Welke riem kan je nou het beste gebruiken bij je hond? Ik gebruik deze riemen. Die gebruik ik al heel veel jaren. En ik ben er echt heel erg tevreden over. Het is gewoon een lusje. Dat lusje gaat over de nek van de hond. Dan heb ik direct contact met zijn nek. Die nek is enorm sterk te vergelijken met onze bovenbenen. Dus vandaar dit soort riemen. Je kunt door even aan de riem te trekken, de hele lus om de nek even onder spanning brengen. Daarmee krijg je aandacht van de hond. En hoe hoger ik mijn riem zet, hoe kleiner ik in mijn commandostructuur moet zijn. Dus met dat schuifje kan ik hem heel hoog zetten. Eigenlijk gebruik ik hem altijd los. Gewoon slapjes om de nek van de hond. Waarom geen tuigje? Een tuigje is geschikt voor vroeger om een kar te trekken. Dus je kunt je voorstellen als je een grote hond hebt en die gaat aan de loop, hij loopt gewoon met je weg. Waarom geen halsband? Een halsband, ik wil dat op het moment dat ik mijn hond vrijgeef, dus niet aan de riem, dat hij helemaal vrij is, dat er niks meer om zijn nek hangt. Dus ik kan die ook nergens achter blijven hangen. Dus vandaar dit soort riemen. Ik kan deze riem heel makkelijk gebruiken bij mijn hond. Kijk, hier heb ik een van mijn honden. Dat is een Mechs Herder. Natuurlijk een krachtige hond. Het hangt gewoon los. Ik gebruik het schuifje om hem hoog te zetten. Alleen maar op het moment dat mijn hond die luistert. Wil ik contact hebben? Kijk, zo doe ik dat. Het grote voordeel hiervan is dat ik al mijn honden aangeleerd heb door aan de riem te trekken, een klein beetje mogelijk laten meteen los en mijn hond gaat zitten. Dus ik kan altijd blijven kijken naar daar waar ik naartoe ga. Je ziet, hij hangt gewoon slap om de nek van de hond. Maar als ik hem wil corrigeren, ik geef een rukje en je ziet, alles gaat strak staan. Ik heb hem heel slapjes, heb ik hem vast tussen twee vingers. Alles gaat strak staan, waardoor ik gewoon contact heb met heel zijn nek. Dus ik heb meteen de aandacht. En dat is hetgene wat ik wil. Snap je? Dus daarom deze riemen. Heb je interesse in deze riemen? Mail mij, dan stuur ik er eentje naar je op. En